Voor het weekend hadden we het al over die drukke week en dat jullie die in stukjes gaan verdelen. Hoe gaat dat met dat wedstrijd tot wedstrijd benaderen? Nou ja, deel 1 is prima verlopen. Dus dan gaan we naar deel 2, Vitesse uit. Loopt dat dan nu anders dan bij andere weken? Dat je de afgelopen wedstrijd sneller achter je laat omdat de volgende alweer zo snel op jullie staat te wachten? Ja, en je gaat ook weer sneller naar de volgende wedstrijd toe. Dus je hebt wat minder tijd om tactisch te trainen. Dat doe je nu meer met de bespreking dan op het veld. Omdat je vooral je moet je energie sparen voor de wedstrijden. Nu hoor je spelers wel eens zeggen dat zij dat juist wel lekker vinden. Liever wedstrijden dan trainingen. Hoe zit dat in deze groep? Hoor je daar iets over? Ja, een groep heeft nooit allemaal dezelfde mening. En ik denk dat als dat zo is, dan is het vooral als je speelt. Hè? Dus hoe meer wedstrijden, hoe beter. Daar train je voor. Is er op persoonlijk gebied nog iets veranderd? Want afgelopen weekend konden onder andere Brama en Sadilek er niet bij zijn. Mede doordat jullie een beetje voorzichtig met hen aan willen doen. Hoe staat het met die twee? Wat is er nog niet bij, maar Sadilek sluit weer aan bij de wedstrijdselectie. Is hij ook al in staat om een hele wedstrijd te kunnen spelen? Nee. Hoe lang kan hij ongeveer aan? Wil je dat kwijt? Nou, ik denk dat hij wel een hele wedstrijd kan spelen. Maar omdat hij lichte liesklachten had, moet je oppassen dat hij dan niet overbelast wordt. Dat hij dan misschien weer wat last van de lies krijgt. Dus, maar conditioneel kan hij best wel een hele wedstrijd aan. Maar we moeten nog wel een beetje voorzichtig zijn. Maar hij is er weer bij, dat is mooi. Zijn daar nog andere namen bijgekomen die nu ontbreken ten opzichte van afgelopen weekend? Nee, we hebben geen slachtoffers. Dat is altijd goed nieuws. Ja. De terugronde gaat beginnen, laat ik het zo zeggen. Je gaat de ploegen voor de tweede keer treffen dit seizoen. Maakt dat nog verschil dat je iets beter een beeld misschien hebt van ploegen, omdat je ze al in hetzelfde seizoen getroffen hebt? Nou, buiten de eerste, misschien de tweede wedstrijd, dan weten we echt wel hoe de ploegen spelen. Alleen we hebben nu Vitesse en de eerste wedstrijd thuis tegen Vitesse was net Letje was naar Bochum. Zaten ze nog een beetje met 5 verdedigers. Kokuri begon net en toen was het een beetje nog heel erg zoeken en nog niet veel vertrouwen. En Vitesse staat er nu veel beter en duidelijker op dan toen. Bedoel je dan meer qua dat zij als team misschien wat beter een lijn hebben gevonden van zo willen we het doen? Want als je ziet waar ze staan in de competitie, dan gaat het nog niet zo heel goed daar. Nee, maar ze kennen natuurlijk heel veel jongens die weg zijn gegaan. Echt een financieel probleem bij de club. Jongens die later binnenkwamen, die moesten wennen, die conditioneel aan moesten sterken. Ze zijn van 5 verdedigers naar 4 verdedigers gegaan. Ik denk dat Cocu en zijn staf echt heel veel rust heeft weergebracht. En ik denk dat ook een aantal jongens die het al speelden, zoals Troonstad en Witek en Bero, ook wel het even mentaal moeilijk hadden. Dat in plaats van subtop ben je opeens speel je onderin. En dat is nu allemaal veel meer onder controle, denk ik. Hoe denk jij dat jullie hen het beste kunnen bespelen? Vooral om misschien een uitwedstrijd? Ja, dat moet in principe niet uitmaken. Alleen als je kijkt naar de cijfers, is dat een aandachtspunt. Alleen als je daar steeds over praat, uit bij Ajax hebben we het eigenlijk helemaal niet zo slecht gedaan, behalve de uitslag. En met 11-10. Dus we moeten gewoon doen wat we normaal ook doen en zeker wat we thuis doen. Ja, misschien ook, we hadden het voor de wedstrijd van afgelopen weekend over. Dat jullie het zo goed doen thuis, dat ook misschien een bepaalde status op een gegeven moment 2 gaat brengen. Dat tegenstanders dat ook zo gaan voelen. Kan dat andersom ook zo werken? Dat jullie over jullie eigen prestaties uit, dat misschien ook een beetje tussen de oren gaat zitten? Ja, maar elke week krijgen we weer dezelfde vragen. En dan gaat het misschien tussen de oren zitten, want als je elke keer de vraag krijgt over het kampioenschap en over uitwedstrijden, dan word je er ook als trainer word je er ook wel eens een beetje kriegelig van. Want het zijn steeds maar weer herhalingen en dan kun je steeds dezelfde antwoorden geven. Wij hebben geen uitcomplex, dat weet ik zeker. Alleen we hebben het uit nog niet zo overtuigend gewonnen zoals we thuis hebben gedaan. Maar daar zijn we naar op zoek en het zou mooi zijn als dat morgen zo zou beginnen.